Goedenavond. Zit er een btw-verlaging op onze energiefactuur aan te komen? Voor veel mensen worden de buitengewone prijsstijgingen voor gas en stroom in elk geval onhoudbaar. We komen van €93 per maand voor gas alleen naar €346 per maand. Dat is veel. Min 16-jarigen kunnen nog altijd zonder veel problemen alcohol kopen. Er zijn amper controles. Is he now going to do the decent thing and resign? I regret the way things happened on the evening in question and I apologize. De Britse premier Boris Johnson verontschuldigt zich voor een feestje dat hij organiseerde tijdens de lockdown. En vanavond weten we wie Rafailov opvolgt als gouden schoen. Er komt dan toch op de regeringstafel een voorstel om de btw op onze energiefactuur te doen dalen van 21 naar 6%. Minister van Financiën Vincent van Petegem van CD&V legt het op tafel. Hij wil zijn coalitiepartners overtuigen om zo'n btw-verlaging tijdelijk in te voeren, omdat meer en meer mensen het moeilijk hebben om hun factuur te blijven betalen. Wel, er zijn verschillende fiscale opties die we uiteraard gaan hebben, maar de verlaging van de btw is er daar zeker één van. Het is een hele snelle maatregel. Het is een maatregel ook met een heel grote impact op de energiefactuur van de gezinnen. Dus het is zeker alvast een optie die we moeten heel goed bekijken. En dan gaat het om een tijdelijke verlaging wel te verstaan? Wel, een btw-verlaging, zeker in deze situatie, is inderdaad altijd beter dat die tijdelijk is. Heeft dat niet als nadeel dat je daardoor ook mensen helpt die het eigenlijk niet nodig hebben? Wel, er wordt heel vaak verwezen naar de mensen die hun zwembad verwarmen, maar er kan evengoed verwezen worden naar heel veel gezinnen die in slecht geïsoleerde woningen wonen en daardoor ook een zeer hoge energiefactuur hebben. Het is uiteraard voor die mensen dat we die inspanningen ook moeten leveren. De maatregel, als hij er komt, zou niets te vroeg komen, want er komt maar geen einde aan de prijsstijgingen voor energie. Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, betaalt daarvoor gemiddeld 36% meer dan vorige maand. Een gemiddeld Vlaams huishouden betaalde in december iets minder dan €3.900 voor een jaar gas en elektriciteit. Nu is dat meer dan €5.400, ruim €1.500 meer dus. Onze redactie onderzocht meer dan 80 contracten om aan dat gemiddelde te komen. We komen van €93 per maand voor gas alleen naar €346 per maand. Dat is veel, 272%, als ik me goed herinner. Alleen voor gas, hè? De ene na de andere prijsstijging kreeg Wouter Murat de afgelopen maanden over zich heen. Maar de laatste spande de kroon. 272% erbij. Wouter kan er niet meer mee lachen. Ik vind dat het aan overheden is om daar iets aan te doen. Want niet alleen zijn leverancier Mega komt met forse verhogingen, zowat overal gaan de prijzen van leveranciers van gas en elektriciteit de hoogte in. Ook bij Luminus, Lampiris, Eneco en Engie. Maar ook de kleinere leveranciers doen er een stevige scheut bij. Sinds begin dit jaar is er wel een korting van €105 van de Vlaamse en federale regering, maar die is al in de prijsstijgingen verwerkt. Onze overheid heeft gezegd, ja, we zien het probleem. En we doen er op jaarbasis €105 af. Wat denkt u daarvan, van de tegemoetkoming van de overheid dan? U kent het verhaal van een druppel op een hete plaat. Wouter zet nu nog meer in op andere uitwegen. Minder stroom verbruiken met onder meer ledlampen. En voor de warmte heeft hij al langer een oplossing. Zijn houtkachel. Die spectrinkachel die staat er al 15 jaar, denk ik. Ja. Onder druk werd wel goed gebruikt, maar onder druk van de prijzen van energie op de markt zijn we die meer gaan gebruiken. En dat bijstoken zal vermoedelijk nog even duren, want de koudste wintermaanden komen eraan. Met mogelijk nog duurdere energieprijzen, die vermoedelijk opnieuw op onze facturen zullen verschijnen. Nou, Luc Pauwels, je bent er even komen bijzitten. Onze energiespecialist, je hebt dit allemaal uitgevlooid. Dit is één voorbeeld dat we zagen. Maar
Je krijgt opvallend veel en nieuwe reacties binnen. Ja, tientallen. En de prijzen die wij horen en zien op de officiële website van de VREG, die kloppen zelfs niet. Dat wordt ook gezegd. Het is in de realiteit nog veel erger. Wij zien gezinnen met een gemiddeld verbruik van gas en elektriciteit die op dit moment op een koers zitten dat ze 10.000 euro per jaar gaan moeten betalen. Dus ongeveer 900, meer dan 900 euro per maand voor hun gas en elektriciteit. En dat is toch wel bijzonder veel. Hè? Ja, dat zijn waanzinnige prijzen. Nu, voor mensen onder een bepaalde inkomensgrens is er een sociaal tarief. Dat is het laagste tarief dat er is op de markt. Stijgt dat dan ook niet mee? Dat klopt, dat stijgt. Hè. Voor elektriciteit kan dat 10% stijgen, voor gas 15%. Het is dus wel geplafonneerd. Het gaat niet hoger gaan dan dat. Want op de vrije markt, de prijzen die wij hier zien, Annelies, die gaan natuurlijk veel hoger. Die zijn onbeperkt. Daar is een plafond. Het is ook per jaar beperkt. Dus het kan maximaal 20% per jaar zijn voor elektriciteit. Dat is 2 keer 10%. Mm-hmm. En 25% voor gas. Maar ze stijgen ook en ze zijn nu ook in januari dus gestegen. Hè? Ja, ja. Nu, het aantal mensen dat een beroep kan doen op dat sociaal tarief is ook uitgebreid vanwege die hoge prijzen. En dat is voorlopig tot maart. Zal dat volstaan, denk je? Wel, je moet weten, die elektriciteits- en gasprijzen die worden per kwartaal berekend. En men kijkt dan terug naar het voorgaande kwartaal. Dus de prijsstijging die we nu zien in januari is gebaseerd op de prijzen van oktober, november en december. Dat zijn koude wintermaanden. Maar dan kijken we even vooruit. Er komen nu januari, februari en maart aan. Dat zijn nog koudere wintermaanden normaal gezien. En die worden dan in april verrekend. Dus de prijzen gaan dan vermoedelijk opnieuw stijgen. En dat blijft 3 maanden lang, tot tegen de zomer. Dus tot juni. Dus je kan verwachten dat die sociale tarieven dan ook wel nog nodig zullen zijn. Niet tot maart, maar langer. Tot juni. En je hoort dat wel ergens waaien dat dat misschien toch ook wel best verlengd zou worden met nog een aantal maanden. En misschien zelfs structureel moet gemaakt worden. Wie weet. We zijn in elk geval eens gaan luisteren bij het netwerk tegen armoede, want daar zijn ze ook ongerust. Het uitgebreid sociaal energietarief moet sowieso structureel verankerd worden voor de uitgebreide groep. Dat gaat over 17% van de Belgen. En dat zijn eigenlijk allemaal echt mensen op of onder de armoedegrens. Daar zit 2% boven, dus daar heb je ook echt wel de groep mensen mee die zo net op die grens zitten. Ik denk dat dat echt gerechtvaardigd is. Bovendien zien we nu ook dat het sociaal energietarief ook net 10% opgeslagen is. Dat is ook zorgwekkend in de huidige omstandigheden. En ja, we vragen ons ook af van hoeveel keer dat ook nog gaat stijgen. Ja, dat voor de mensen die van dat sociaal tarief gebruik kunnen maken. Er is ook nog een grote groep, Luc, die daar net buiten vallen. Voor hen zijn het ook soms duizenden euro's per jaar dat ze meer moeten gaan betalen. Voor hen kan die eventuele btw-verlaging die eraan komt wel iets betekenen dan? Ja. Er was al een kleine ingreep van onze overheden, 105 euro minder met de tarieven en taksen die op de energiefacturen liggen. Maar die btw-verlaging kan effectief voor iedereen gelden. Ook voor de mensen die net boven die armoedegrens zitten en nu ook hele zware energiefacturen moeten slikken. En je ziet inderdaad dat de politieke geesten daar aan het rijpen zijn. Want tot in deze regering... En men heeft dat gepoogd in de regeerverklaring te krijgen, waren enkel de socialisten eigenlijk gewonnen voor zo'n btw-verlaging. Minister Van Petegem zijn partij, CD&V, en ook de liberalen waren daar eigenlijk niet voor te vinden, ook Groen niet. En je ziet nu dat het argument dat werd gebruikt van die zwembaden, die rijke mensen die ook van die btw-verlaging zouden genieten, dat men dat toch aan het verlaten is. En dat men toch aan het kijken is, ja, omwille van deze uitzonderlijke omstandigheden, een btw-verlaging. Wat men ten andere ook al heeft gedaan in 2014. Hè. Dan is er een tijdelijke btw-verlaging geweest op elektriciteit, ook van 21% naar 6% tijdelijk. Net voor de verkiezingen weliswaar, misschien een electorale gedachte die daarbij speelde, maar we hebben ze toen toch gehad. Ja, en nu lijken ze ook de bocht te gaan nemen in die richting. Dank je wel, Luc, voor je uitleg. Iedereen voelt de impact van de hoge energieprijzen, ook de bedrijven. Zij zien hun kosten oplopen, maar kunnen die meerkost niet altijd doorrekenen aan hun klanten. Voor sectoren die de voorbije jaren al serieuze tikken kregen door corona, zoals de horeca, is het opnieuw incasseren. Welke toestellen zijn hier de energievreters? We hebben natuurlijk de friteurs eerst en vooral, de grill, de couteveu, 6 bekkers. Daarnaast hebben we nog een bain-marie, salamander, 2 zware ovens.
Koken kost geld, maar deze dagen nog meer dan anders door de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Een voorgerecht en 3 keer vlees. Als de prijzen niet snel dalen, mag een doorsnee horecazaak tot 20.000 euro per jaar extra energiekosten verwachten, zeggen sommige experts. En de kosten lopen ook op door systemen die de klanten niet zien. Op zolder bijvoorbeeld. Natuurlijk, de ventilatiesystemen voor het gelijkvloer en de zaal boven. Het is een constante dat 24 op 24 draait. Dat verbruikt. Hè. Besparen op bijvoorbeeld verwarming zit er niet in. Want veel restaurants en cafés zetten regelmatig deuren en ramen open. Verluchten tegen corona, weet u wel. Hoe voelt dat zelf hier? Het is hier een pak frisser dan aangenaam. Probeer dat zwemmelijk te recupereren met extra te verwarmen. Het prijskaart gaat natuurlijk weer omhoog. De horeca wordt er niet vrolijk van. Incasseren lijkt de boodschap, want de prijzen op de menukaart verhogen zit er niet in. We kunnen die prijs niet doorrekenen aan de klanten. Dat is onmogelijk. Dus dat moet weer al van het pakketje van de inkomsten afgetrokken worden. Ja, na een zwaar coronajaar is dat echt niet leuk. Slikken en erdoor, het beste van maken. Hè. Ja. Voor veel bedrijven komt de klap later pas wanneer hun energiecontract afloopt. Ze kunnen in principe onderhandelen met hun leverancier over een nieuw contract. Maar hoe dan ook, ze zullen fors meer moeten betalen. En voor sommige bedrijven zal het misschien te veel worden. Het komt eraan. We hebben de prijspiek gehad in oktober, november, december met een exponentiële prijspiek. En dat nu eigenlijk de liquiditaire impact gaat beginnen te komen. Hè. En ook contracten die aflopen, nieuwe jaars die beginnen, nieuwe contracten die starten aan duurdere prijzen. Dus er is een impact die zich wel zal doortrekken in het jaar 2022. En waar we helaas denk ik de economische impact zullen van zien, zeker voor kwetsbare sectoren zoals de horeca. Grote verandering voor wie wel eens de ring rond Mechelen neemt. Vanaf augustus geldt daar éénrichtingsverkeer. Op het deel waar auto's niet meer mogen rijden, gaat de rijbaan weg en komt er veel groen met fietspaden, wandelpaden en een aparte busbaan. Volgens minister van Mobiliteit Peters is dit een voorbeeld van hoe mobiliteit er in Vlaanderen in de toekomst gaat uitzien. Het verkeer raast voorbij op de ring. Op 3 baanvakken aan de ene kant, 2 aan de andere kant. Maar vanaf augustus wordt dat anders. Deze binnenring, de kant van de oude stad dus, gaat dicht voor het doorgaand verkeer. En de buitenring wordt één richting. We willen daar een heel aangename omgeving van te maken, met een grote parkstructuur. We gaan 51.000 vierkante meter ontharden, we gaan 2.000 bomen bijplanten, we gaan 5 kilometer fietspaden realiseren, we gaan een warmtenet proberen te steken onder deze visten. In heel Vlaanderen zijn we volop bezig met een transitie aan het uittekenen. Een transitie daar waar eigenlijk de weggebruikers, het hele straatbeeld eigenlijk wordt hertekend. Veel meer ruimte voor de actieve weggebruikers, voor de voetgangers, voor de fietsers. We investeren volop in fietspaden, in fietssnelwegen, in fietstunnels en fietsbruggen. Maar om het hele project realistisch te maken, moet eerst het aantal auto's verminderen. Buiten Mechelen gaat binnenkort een nieuwe weg open tussen de E19 en de weg naar Heist op den Berg. De intensiteit van het verkeer dat er nu op zit, zal eigenlijk dalen tot 50%. Zodanig dat al het doorgaand verkeer, dat eigenlijk niet in Mechelen moet zijn, eigenlijk die bypassen kan gebruiken, de tangent en de R6. En het lokale verkeer, de mensen die in de wijken moeten zijn, de mensen die in de stad moeten zijn, bereikbaarheid, dat wordt voorzien. Ik denk dat dat een goed idee is. Een beetje meer groen en minder verkeer. Dat zal goed zijn voor de bewoners. Maar wie er om praktische redenen met de auto moet zijn, zal het eerst goed moeten bestuderen. Ja, als het één richting wordt, moet je hier een opdracht doen. En dan daarna daar, dan is het heel de ring rondrijden. Ja, dan misschien nog meer verkeer hebben op de ring. En meer stilstaan. Om dat te vermijden, komt er nog een uitgebreide informatiecampagne. Het is onwaarschijnlijk dat veel andere steden in Vlaanderen het voorbeeld van Mechelen zullen volgen en hun ringweg gaan herinrichten. Onze verkeersspecialist Hajo Beekman legt uit waarom.
Je kan het niet in elke stad toepassen. Je hebt eigenlijk twee dingen nodig. Een grotere ring verder weg van de stad, die het doorgaande verkeer uit het stadscentrum houdt. Dat is in Mechelen straks helemaal het geval, met de R6 ten noorden van de stad en een nieuwe zuidelijke ring ten zuiden van de stad. En ten tweede, de Mechelse ring rond het centrum is eigenlijk niet te lang. Dat betekent dat dus omrijden via dat eenrichtingsverkeer geen problemen kan veroorzaken. Dat is anders in een grote stad, zoals Gent bijvoorbeeld, waar die ring veel langer is. Daar kan je dat moeilijker organiseren. Dat is gewoon zo'n 8-pack, zo twee 8-packs of zo. Zo 8-packs, halve liter. Oké. Het bakje is ingeladen. Die meisjes zijn 14 en 15. Kinderspel is het. Alcohol kopen. Letterlijk. Wijn en bier mogen niet verkocht worden aan min 16-jarigen. Maar in de praktijk is er van dat verbod weinig te merken. Het één programma, Factcheckers, testte het uit. Zij lieten 6 jonge tieners alcohol kopen in supermarkten en nachtwinkels. En in 25 van de 30 pogingen stapten de jongeren ook effectief buiten met wijn, bier of zelfs whisky in de hand. We hadden onze minderjarigen gevraagd om te liegen als dat nodig was. Want ja, in het echt gebeurt dat ook, hè. En dus stuurden de factcheckers 6 jongeren op pad van 14 en 15 jaar oud om zoveel mogelijk alcohol te kopen en desnoods te liegen over hun leeftijd. Ook Nathalie de Greve van Handelsfederatie Comeos kijkt met grote ogen naar hoe vlot dat allemaal gaat. Was u geschrokken toen u deze reportage zag? Toch wel van het aantal gevallen waar het blijkbaar zo makkelijk blijkt te gaan voor jongeren om alcohol te kopen. De mondmaskers zullen voor een stukje misschien de leeftijd kunnen verstoppen. Maar in principe mogen kassiersters het identiteitsbewijs vragen. En op die manier moeten zij kunnen controleren of de leeftijd oké is om die alcohol te kunnen kopen. Dat is 1,5 liter. Oh, dat is zo gemakkelijk. In 25 van de 30 winkels waar de jongeren komen, krijgen ze vlot alcohol mee. Op 5 plaatsen lukt dat niet. Ja. Ik heb mijn pas niet. Jij? Nee, ik ook niet, sorry. Hij vraagt identiteitskaart. Ja, sorry, ik heb dat niet mee. Nee, correct meneer, correct. Top. Wij hebben in elk geval onze leden al herinnerd aan de regels en de mogelijkheden die zij hebben om die toe te passen. Dus het feit dat ze dat identiteitsbewijs mogen vragen. Zij gaan nu intern bekijken hoe ze hun procedures nog scherper kunnen stellen. En ook zeker voor die zelfscankassa's, want daar was de situatie duidelijk nog slechter dan bij de gewone kassa's. In Brecht in de Antwerpse Kempen heeft de politie een jonge man doodgeschoten. Het gaat om een jongen die eerder was ontsnapt uit een jeugdinstelling in Breda. De jongen was buiten aan het werk bij de instelling toen hij met een auto op de vlucht sloeg. Hij gijzelde daarbij 2 personeelsleden, maar liet hen weer vrij in ons land. De politie kon hem tegenhouden in Brecht. Daar kwam het tot een schietincident waarbij de jonge man dodelijk geraakt werd. Of hij zelf gewapend was en ook geschoten heeft, is nog niet duidelijk. Het Belgische leger is vorige maand getroffen door een zware cyberaanval. 26 dagen lang kon het leger geen mail sturen naar mensen en organisaties buiten defensie. Ze konden zelfs niets meer opzoeken op het internet. Nochtans hadden experten een week voor de aanval gewaarschuwd voor een mogelijk gevaarlijk lek in de beveiliging. Maar daar gebeurde niets mee. Volgens expert Eddy Willems wordt er al jarenlang te weinig geïnvesteerd in cyberbeveiliging. Het is een algemeen probleem aan het worden, eerlijk gezegd. We zien dat er werkelijk een tekort is aan experten, aan security-experten. Het is ook een zeer specifiek beroep natuurlijk. En dat is wereldwijd te zien. En dat zit niet alleen bij onze defensie, hoor. Dat zit ook wereldwijd bij onze securitybedrijven zelf. Dus bij ons bedrijf, wij zoeken ook massaal. Al maar meer mensen bij ons raken besmet met de Omicron-variant van het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt fors door.
Maar weinigen worden er zwaar ziek van. De belasting op intensieve zorg daalt nog steeds, voorlopig toch. Dat lijkt in de richting van een gewone griep te gaan. Maar dat is het nog niet, zegt viroloog Steven van Gucht. Maar komt eraan. Ja, toch geen verklaring van Steven van Gucht. We gaan eens kijken dan naar die coronacijfers. Laten we eens kijken wat Omicron teweeg brengt op dit moment. Er zijn de voorbije week elke dag gemiddeld 179 mensen met COVID opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met 10%. En dat maakt dat er nu weer bijna 2000 COVID-patiënten in de Belgische ziekenhuizen liggen. Maar er zijn er minder die intensieve zorg nodig hebben. 450 zijn dat er nu. Het aantal mensen dat sterft aan de gevolgen van het virus daalt ook, naar gemiddeld 17 per dag. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen blijft dus wel stijgen. Dat zijn er nu bijna 22.000 per dag, zowat een verdubbeling in vergelijking met vorige week. We trekken nog het bos in. 13 Vlaamse natuurgebieden dingen mee naar de titel Nationaal Park of Landschapspark. Welke natuurgebieden dat zijn, verneemt u straks. Eerst naar het Verenigd Koninkrijk. Premier Boris Johnson heeft zich geëxcuseerd voor een feestje in zijn tuin in volle lockdown. Mr. Speaker, I want to apologize. I apologize, Mr. Speaker. I apologize and I apologize and will continue to apologize for what we did. And I apologize for all the misjudgments. I repeat my apology and to apologize. Tot 9 keer toe zei Johnson I apologize. Hij gaf ook toe dat hij zelf op het tuinfeest aanwezig was. Het is niet de eerste keer dat Johnson voor lockdownfeestjes in opspraak komt. Dat hij zich uitput in excuses nu, is wellicht omdat hij vreest voor zijn politiek overleven. Boris Johnson rijdt naar het parlement om er door het stof te kruipen. Hij heeft begrepen dat de tuinborrel bij veel Britten slecht is gevallen. I know the rage they feel with me and with the government I lead when they think that in Downing Street itself the rules are not being properly followed. By the people who make the rules. Tot daar ging alles goed, maar toen kwamen de verzachtende omstandigheden. And when I went into that garden just after 6 on the 20th of May 2020 to thank groups of staff before going back into my office 25 minutes later to continue working, I believed implicitly that this was a work event. Waarna de oppositie in de aanval ging. After months of deceit and deception, the pathetic spectacle of a man who's run out of road. His defense that he didn't realize he was at a party. He's lying through his teeth. Prime Minister, remove this unfit Prime Minister from office and do it now. Prime Minister. Well, I just want to thank the Right Honourable Gentleman for his political advice, which I will take with a pinch of salt. Ondanks zijn excuses is het gevaar voor Boris Johnson niet geweken. Het vertrouwen is beschadigd. Cheese and wine, sir. This is a business meeting. Until it's a party. Where's the booze? De Britse prins Andrew moet dan toch voor een Amerikaanse rechter verschijnen voor seksueel misbruik. Het protest van zijn advocaten is verworpen. Zij hadden gevraagd om de zaak stop te zetten. Een Australisch-Amerikaanse vrouw beschuldigt Andrew ervan dat hij haar tot 3 keer toe misbruikt heeft toen ze minderjarig was. Dat zou gebeurd zijn thuis bij de beruchte Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. De prins ontkent de beschuldigingen. In een ongebruikelijk felle toespraak heeft de Amerikaanse president Joe Biden gepleit voor een hervorming van de Senaat. Hij deed dat tijdens een bezoek aan de stad Atlanta. De Senaat blokkeert al maandenlang voorstellen van Biden. Hij wil het stemrecht van minderheden beschermen en stemmen eenvoudiger en toegankelijker maken.
Maar een minderheid aan senatoren houdt dat tegen. Achter de schermen is Biden de hervorming van de Senaat al lang aan het voorbereiden, voorlopig zonder veel resultaat. The United States Senate, designed to be the world's greatest deliberative body, has been rendered a shell of its former self. Gives me no satisfaction in saying that. De NAVO, het Westerse Defensiebondgenootschap, is bereid om met Rusland nieuwe gesprekken te starten over de beperking van raketten en wapensystemen aan beide kanten. Maar over de Russische eis dat Oekraïne nooit bij de NAVO zal mogen aansluiten, daarover wil de alliantie niet onderhandelen. Vandaag was er een lange vergadering van de NAVO-Ruslandraad op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Dat was 2 jaar geleden. En dat het plaatsvond op zichzelf is een bemoedigend signaal. Maar verder lijkt er weinig vooruitgang te zijn gemaakt. Rusland zegt dat het bereid blijft tot dialoog, maar volgens de Amerikanen klinkt dat weinig overtuigend, zolang Rusland 100.000 soldaten blijft ontplooien aan de grens met Oekraïne. It's very hard to have dialogue, to have diplomacy that is conducive to success when in fact you have 100,000 troops on the border. When live fire exercises are reported this morning, what is this about? Is this about invasion? Is this about intimidation? Een verzengende hitte van 45 graden en meer en geen airco. Er wordt gevreesd dat dat levens gaat kosten. We hebben het over het Zuid-Amerikaanse land Argentinië. Daar staan ze voor een historische hittegolf. In grote delen van de hoofdstad Buenos Aires is de elektriciteit uitgevallen en kunnen ze alleen nog verkoeling zoeken in het water. Argentinië was en wordt voor even de heetste plek op aarde. Omdat iedereen gisteren massaal de airco aanzette, raakte het stroomnet in de hoofdstad Buenos Aires overbelast. Tienduizenden gezinnen zaten zonder elektriciteit. Así que bueno, me vine para acá y estaban sin luz, la casa era un horno. Así que bueno, vinimos a buscarlos y ahora me estoy yendo a mi abuela a la pileta. Voor iedereen is het zoeken naar water om af te koelen. Vooral morgen en overmorgen wordt het extreem warm met temperaturen boven de 45 graden. Estamos atravesando una ola de calor de características extraordinarias con valores de temperatura extremos que inclusive se analizará luego de la finalización de la misma, pero puede generar algunos récords históricos de temperatura en Argentina, como así de persistencia del calor. Voor vele mensen zonder airco of zonder stroom kunnen die temperaturen zeer gevaarlijk worden. Klimaatwetenschappers waarschuwen. De temperaturen die hoger dan 40 graden dag en nacht voor enkele dagen kunnen zeer gevaarlijk zijn en veel doden veroorzaken. Omdat ons lichaam heeft moeilijkheden om af te koelen en dat is ons ganse metabolisme die onder stress is en dat is zeer gevaarlijk, in het bijzonder voor kinderen en ook oude mensen. Yo esto a mí con baja presión me mata y nada, no lo aguanto. Tomo litros de bebida, hago lo que puedo, pero encima sin luz. No sé qué más se puede hacer. In Vlaanderen maken 13 natuurgebieden kans om erkend te worden als nationaal park of landschapspark. Vorig jaar startte de zoektocht naar grote waardevolle natuurgebieden. En uit 23 kandidaturen maakten 2 jury's deze selectie. Voor Nationaal Park Vlaanderen komen in aanmerking de Scheldevallei in Oost-Vlaanderen, Kalmthoutse Heide, Taxandria in de Noorderkempen, Bosland, het bestaande Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en Brabantse Wouden. Voor een erkenning als landschapspark zijn er nog 7 kandidaten. Zwinstreek, Kempenbroek, Rivierpark Maasvallei, Grenzeloos Bocagelandschap in de Voerstreek, Hart van Haspengouw, Boerenlandschap Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. En wij trokken naar de Brabantse Wouden in Heverlee. Het Heverleebos is samen met het Meerdaalwoud 2000 hectare groot. Voeg daar het Zoonjewoud en het Hallerbos aan toe en je hebt de Brabantse Wouden. Een divers natuurgebied van meer dan 10.000 hectare dat een nationaal park wil worden. De bedoeling is dat die nationale parken of die set van nationale parken waar we naartoe werken in Vlaanderen, dat die een verhaal vertellen van de beste natuur die Vlaanderen te bieden heeft
En dat elk van die gebieden een bepaald DNA of een bepaalde smoel heeft. Dus de unique selling proposition is belangrijk, zodanig dat we ook die gebieden internationaal op de kaart kunnen zetten. De geselecteerde natuurgebieden zijn vandaag al belangrijk. Zo heeft de bever al een plek gevonden in het Heverleebos. Maar ook fietsers en wandelaars vinden hun weg naar de natuurgebieden. Het Nationaal Park Hoge Kempen bijvoorbeeld ontvangt jaarlijks 1,2 miljoen toeristen. Daarom wil Vlaanderen investeren in natuur. Wij hebben die natuur, die is aanwezig. En het is nu een kwestie om via nationale parken, dus wij willen 3 nationale parken, om daar in te investeren en ze ook wel te beschermen. Omdat dat een investering is die zich ook volledig terugverdient op vlak van economie, ecologie, maar ook ons mentaal welzijn. De kandidaten krijgen nu een jaar de tijd om een masterplan uit te werken waarin staat hoe ze het park gaan beheren en verder uitbouwen. Midden volgend jaar worden dan de 3 nieuwe nationale parken bekendgemaakt. Wow, it's really special. It's a very different experience. And also for me, it's new. For example, that the country has a queen and a king. Like, we don't have that in Latin America, for example. And I think it's important and I'm very thankful also. I think the school and everyone is very thankful because we feel that support. Koningin Mathilde was vandaag op bezoek bij dansschool Parts in de Brusselse gemeente Vorst. Choreografe Anne-Theresa de Keersmaker richtte de dansschool 17 jaar geleden op. En sindsdien komen dansers van over de hele wereld er een opleiding volgen. De koningin wilde met haar bezoek de cultuursector een hart onder de riem steken. Want die krijgt het sinds het begin van de coronacrisis hard te verduren. Koningin Mathilde geniet van het jong talent van de dansschool Parts. De dansschool trekt studenten aan van over heel de wereld. The cultural sector in Costa Rica is not so good. And here there is a huge culture. Like, people just go and pay the ticket to go to the theater, to watch art, to go to an exhibition. It's more like they give the importance that it has. De koningin nam ook tijd om met de studenten te praten. The challenges that you have to face, certainly also during this pandemic. Dat ze net nu de school bezoekt, is geen toeval. Ze wil hiermee haar steun uitspreken voor de culturele sector die sinds de coronacrisis in moeilijk vaarwater zit. Voor jonge mensen die in de performing arts is het natuurlijk heel vreemde, bevreemde tijden waar vooral voor jonge mensen er toch een zeer grote bezorgdheid is over wat de perspectieven zijn. Dus elke vorm van begrip en ondersteuning is gewoon fijn, ja. Het is een heel moeilijke periode geweest. En nu dat de toekomst, we niet weten hoe of wat en waar, brengt dat nog een extra pak stress mee. De Keersmaker probeert positief te blijven, al snapt ze bepaalde maatregelen niet. Voor minder dan 200 mensen optreden heeft voor jullie weinig zin? Dat heeft wel zin, maar in een opera waar de omvang wat er op de scène gebeurt, met een orkest, met een koor, met zangers, en je hebt een zaal waar een normaal gezien 1200 man in kan, en dan voor minder dan 200, it makes no sense. Het is anders in een zaal waar er 300 man in kan, en daar kan je ook voor 200. I mean, ik zie daar niet echt een voorschrijdend inzicht in. In het Oost-Vlaamse Horebeke is vandaag DNA afgenomen van deze treurbeuk. Wat maakt de boom zo bijzonder dat hij bewaard moet worden voor de komende generaties? Dat zien we straks. Ruben, we zijn begin januari en dat is het moment waarop de meest prestigieuze voetbaltrofee van het land wordt uitgereikt. Klopt, want dat is de Gouden Schoen, de 68ste ondertussen. Al die wordt uitgereikt door de collega's van het andere kanaal. En het staat te gebeuren in Antwerpen, in Antwerp Expo, meer bepaald. Zowel de mannen als de vrouwen krijgen een Gouden Schoen daar uitgereikt vanavond. Iedereen is intussen aangekomen voor het gala. Belooft spannend te worden. Bij Club Brugge zijn naast Hans van Aken, die al 2 maal de Gouden Schoen won, nog 2 andere kanshebbers. Zowel spits Noah Lang als de jonge Charles de Ketelaar behoren tot de favorieten. Ze zullen vermoedelijk moeten afrekenen met de Genkse spits Onwachu, die als topscorer in de eerste stemronde vermoedelijk veel punten zal gesprokkeld hebben.
vooruitblikken in de glazen bol kijken gaan we doen. Het is per slot van rekening de belangrijkste voetbaltrofee in ons land. En dat doen we met Wim de Koning. Afspraak op het veld van de seizoensrevelatie. Het veld van Union dus. De Koning ziet in Paul Onuachu en Noah Lang de twee favorieten voor de gouden schoen. Maar voor het eerste jaar is er geen enkele speler die er torenhoog bovenuit steekt. We spreken met Wim de Koning af aan het nostalgie-ademende stadion van Union. De Brusselse club is de leider in eerste klasse, maar de gouden schoen zal niet naar een speler van Union gaan. In de eerste helft van dit jaar scoorden ze geen punten, want toen speelden ze nog in 1B. Alhoewel er twee zijn van Union, Oendaf en Van Zijr, die in de tweede stemronde veel punten gaan pakken, zal het niet voldoende zijn om alsnog met die gouden schoen weg te lopen. Opvallend is dat geen enkele club een onuitwisbare stempel heeft kunnen drukken op het jaar 2021. Er steekt dan ook geen enkele speler echt bovenuit. Omdat ze toch een bepaalde periode in het jaar 2021 gehad hebben dat ze niet een hoog niveau haalden, dat ze niet meer scoorden, dat ze geen cijfers meer haalden. Indraaiende bal op de goal, daar is hij al. Uiteraard de onvermijdelijke Paul Onuachu. Paul Onuachu is voor velen een van de grotere kanshebbers. De spits van Racing Genk scoorde in 2021 34 keer en won de beker. Ook omdat Genk een geweldige play-off 1 speelde en dat er onmiddellijk na die play-offs eigenlijk moest gestemd worden. Wat dat betreft zal Onuachu denk ik toch wel iemand zijn die heel veel voorsprong heeft in die eerste stemronde. En nu Vormer goed opzij gespeeld. Lang de gelijkmaker. Noah Lang was in 2021 vaak ongrijpbaar voor zijn tegenstanders. Werd kampioen, scoorde 19 keer en gaf 18 assists. Wat mij betreft Lang inderdaad eerste stemronde heel veel punten. Tweede stemronde ook op basis van zijn gedrag, zoals hij zelf zegt, zal hij wat punten moeten inleveren. Hans van Aken won de gouden schoen al twee keer en is nu weer outsider. Zijn ploeggenoot Charles de Ketelaar maakte ook indruk. Het wordt een wel heel spannende strijd. Maar dat zijn de mooiste, de spannende strijden. Peter Kop zorgt ondertussen voor Wout van Aert en co. Want de mannen van Jumbo-Visma hebben hun groepstage in Spanje moeten afbreken. Figuurlijk dan toch. Omdat iemand binnen het team een positieve covid-test heeft afgelegd. En dan beginnen de alarmlichtjes te flikkeren natuurlijk. Beter het zekere voor het onzekere nemen, denken ze bij Jumbo-Visma. Domper wel voor de ploeg van Aert, die maandag pas was samengekomen voor de stage. Vooraf was al beslist om de stage meteen af te sluiten bij een besmetting, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. En dat is dus wat er gebeurd is. Al blijven sommigen wel op eigen houtje nog wat langer doortrainen daar in Spanje. Een nieuwe dag vandaag, een nieuwe update over de situatie Djokovic. Het is nog altijd niet zeker of Djokovic in Australië mag blijven om mee te doen aan de Australian Open. Aanslepen blijft het. Djokovic geeft intussen wel toe dat hij fouten heeft gemaakt en postte een en ander op zijn Instagram. Novak Djokovic traint dan wel, maar is vooral bezig om de schade te beperken. Via Instagram heeft hij geprobeerd om te verduidelijken wat er is gebeurd in december. Ik wil benadrukken dat ik heb geprobeerd om ieders veiligheid en ook mijn naleving van de testverplichtingen te verzekeren. Toch heeft hij een fout gemaakt. Op 17 december kreeg Djokovic de bevestiging dat hij een positieve COVID-test had afgelegd. Hij ging niet meteen in quarantaine. De volgende dag, op 18 december, was ik in mijn tenniscentrum in Belgrado om een overeenkomst met L'Equipe na te komen voor een interview en een fotoshoot. Dit was een beoordelingsfout. Ook voor de foutieve informatie in zijn reisgegevens verontschuldigt hij zich. Mijn reisgegevens werden voor mij door mijn team ingevuld. Dit was een menselijke fout. In Australië blijft het de meningen verdelen. I don't like his arrogance. I feel he's come across as he's above it all. I think he should just probably go back. I think we should give him the chance to correct that human error or mistake, whoever he has committed. But I think it's good for everyone of us to see him playing on the court, right? En zo heeft iedereen zijn mening. Luna Hendricks, een van de Belgische atleten die in februari aan de Winterspelen in Peking zal deelnemen, reageert begripvol op de vraag van het BOIC om hun persoonlijke laptops en smartphones niet mee te nemen naar Peking. Daar is uiteraard een reden voor. Verschillende nationale bonden vrezen voor Chinese spionage. China zou data van westerse atleten kunnen stelen door spyware op hun toestellen te zetten. En dan is de raad duidelijk geen eigen toestellen naar China meenemen. Het BOIC wil vooral dat de atleten zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Kunstschaatser Luna Hendricks is een van de atleten die het advies kreeg haar toestellen thuis te laten. In eerste instantie was ik best wel geschrokken, omdat ik dacht van, oh nee, straks
ja, heb ik geen contact met mijn familie of mijn vrienden. En ik ben wel iemand die dat echt ontzettend hard nodig heeft. Maar ja, toen begon ik verder te lezen en zag ik ook wel dat ze daar ook een oplossing voor hadden gevonden. Dus ja, dat is super. Die oplossing, dat zijn toestellen en simkaarten die het BOEC in bruikleen geeft. Volgens de China-kenner van onze redactie is het gevaar op spionage wel degelijk reëel. Er zijn in het verleden al problemen opgedoken met Chinese spyware. Die is achtergebleven op gsm's, op laptops. Via bepaalde Chinese apps kunnen bijvoorbeeld de aanslagen van een toetsenbord onthouden worden, waarmee makkelijk paswoorden ontfutseld kunnen worden. De vraag is natuurlijk welke data van Olympische atleten interessant zijn voor de Chinezen. Hoe dan ook kan de spyware ook na de spelen op de toestellen blijven om ook dan data te stelen. Nu is het wel de vraag of al die informatie concreet door de Chinese overheid misbruikt wordt. Daar is voor alle duidelijkheid geen zwart op wit zekerheid over. Maar of het nu in China of in een ander land is, je kan maar beter voorzichtig en waakzaam zijn met al je data. Dat is altijd een beetje een devies. En Luna Hendricks begint morgen in Tallinn aan het EK kunstschaatsen met de korte kuur. Voor haar breekt een belangrijke periode aan. Met eerst dus het EK en daarna de Olympische Winterspelen. De afgelopen maanden was ze in elk geval sterk op dreef. Het voorseizoen was inderdaad succesvol, ook best wel zwaar. Dus we hebben toch even gas terug moeten nemen. En nu zitten we terug in volle trainingmodus. En het gaat best goed. Hier en daar toch nog wat mankementjes, wat balans zoeken, rug. En de feestdagen ertussen. Dus dat zorgde ook wel voor wat moeilijkheden. Veel beterschap dan. Uit eigen huis, Sportza-journalist Eddy de Maris heeft maandag een gesprek gehad met Emma Meeseman en Antonio de Lara. Antonia de Lara, de toppers en vertegenwoordigers van de Belgian Cats. Ze spraken uitgebreid over diens uitschuiver bij de terugkomst van de Cats na de Olympische Spelen in Tokio. Hij liet zich toen tijdens een livestream via Facebook meermaals ongepast uit over enkele speelsters, in de veronderstelling dat de livestream niet aanstond. De Cats hebben de excuses van Eddy de Maris aanvaard en willen nu weer vooruit. Ik ben blij dat alles uitgeklaard is tussen beide partijen. Het was een gesprek waar enkel positieve gevoelens van overblijven en vooral respect. We gaan verder als één team. Goeie boodschap. Niks aan toe te voegen. Ja, ik denk ook dat wij blij zijn dat alles uitgeklaard is. In Horebeke in Oost-Vlaanderen is vandaag DNA-materiaal afgenomen van een bijzondere boom, een oude treurbeuk. Het DNA gaat in een databank van de provincie, zodat er later afstammelingen gemaakt kunnen worden. Ze hechten in Horebeke heel erg aan hun boom. Hij staat ook op een bijzondere plek. De beroemdste boom van Horebeke staat op de protestantse begraafplaats bij twee oude protestantse kerkjes. Al eeuwen is er hier een kleine protestantse gemeenschap die geniet van hun boom. Vandaag is het koud en mistig, maar het ideale moment om DNA-materiaal af te nemen. Dit is het goede seizoen om het te doen, omdat de planten in rust zijn. Dus we verzamelen ze in rust. Ze worden dan eerst naar een koelcel overgebracht, waar dat ze aan een temperatuur van 4 à 5 graden bewaard worden. En tegen dat de lente op komst is, worden ze afgeënt. Op die manier krijg je letterlijk afstammelingen. In de databank zitten nu al 50 stalen van unieke en bedreigde bomen. En dat is deze treurbeuk zeker. 200 jaar oud met een diameter van 6 meter. Maar de ouderdom komt ook hier met gebreken. Een van de grote takken is al afgebroken. Dat was na een zwaar onweer in de maand juni. En dan heeft die boomchirurg ook verbindingskabels er gebruikt. Dat zijn stalen kabels waar de ene zware takken de andere in balans gooit. Mocht er ooit een teveel druk op ene kant komen, dat het dus niet afbreekt, maar dat de boom bewaard wordt. De begraafplaats ligt vol familie van de protestantse schepen. En als de boom ooit moet vervangen worden, kan dat eigenlijk ook alleen maar door familie. Je kunt het niet los van elkaar zien. Hans, dat kerkhof hier, het kerkje hier, dat vormt deel uit van de gemeenschap, hè? Zelfs de nieuwe dominee heeft nu al een band met de bijzondere beuk. Voor ons protestanten, we lezen in de Bijbel en daar zie je ook dat de gelovige ook wel eens wordt vergeleken met een boom. He, die gevoed wordt door God en zo eigenlijk een teken is van leven. Voor wat zon moest u vandaag in het noordwesten zijn. Elders was het meestal grijs. En grijs is opnieuw de hoofdkleur vannacht. Met op veel plaatsen mist die kan aanvriezen. De minima gaan van -7 tot +2 graden.
Morgen start grijs in Vlaanderen en zonnig in de Ardennen. In de loop van de dag kunnen een paar opklaringen het zuiden van Vlaanderen bereiken. In het noorden blijft het bewolkt bij maximaal tot 7 graden en weinig wind. We begonnen met nieuws over onze energiefactuur. Mogelijk komt er dan toch een BTW-verlaging om de enorm gestegen prijzen wat te drukken. Het voorstel komt in elk geval op de regeringstafel. Bedankt voor het kijken, fijne avond nog en tot later. We komen van 93 euro per maand voor gas alleen naar 346 euro per maand. Dat is veel, 272% als ik me goed herinner. Ja, we vragen ons ook af van hoeveel keer dat ook nog gaat stijgen. We kunnen die prijs niet doorrekenen naar de klanten, dat is onmogelijk. Ik vind dat het aan overheden is om daar iets aan te doen. Wel, er zijn verschillende fiscale opties die we uiteraard gaan hebben, maar de verlaging van de BTW is er daar zeker één van. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.